vrij bijzonders gekocht. Wij of ik? Jij. We hebben een gorilla gekocht. Nee. Dat is voor de camera, waardoor... Hopelijk blijft de camera niet staan, ja. Waarmee we nu zonder onze handen te gebruiken de camera kunnen vastzetten. Zij zit nu om mijn moeders telefoon heen gewikkeld. Vandaag weer naar een paardje toe. Gaan we op buitenrit, gaan we Blondie terugbrengen naar de Arkhoeve. Ja, we gaan eerst buitenom stappen. Bij ons is het veel makkelijker buiten rijden dan bij de Arkhoeve. En Blondie hoeft nog even niet zoveel, omdat ze het heel druk gehad heeft de afgelopen... drie weken. De afgelopen week heeft ze dan vakantie gehad. Ja, met de osteopaat, de zadelmaker, inentingen en de hele rattenplan. Ja. En dan nu gaan we dan met haar onder het zadel wel gewoon lekker stappen buiten. En met Vero even gezellig met z'n tweetjes. Ja. En dan daarna gaan we de trailer pakken en haar terugbrengen naar de Arkhoeve. Je moet wel in beeld blijven, Tess. Ja, precies. In beeld. We moeten nog even wennen aan onze gorilla. Ja. Zo. Oh. Ja, ik ga naar Blondie. Ik ben een beetje hyper. Ik heb net een TikTokje opgenomen en het ging heel goed. Dus kijk even op ons TikTok-account. Dat was de TikTok van met Alice, Blondie, Verona. Mijn drie lieve diertjes. En ja. Ja. Ga maar eens zadelen, want ik ben hier al veel te lang. Het duurde even voordat ik de goeie had. Blondie in de kapselshow. Kom maar, we moeten omhoog staan. Blondie heeft verschillende soorten haarstijlen. Of zo naar één kant. Oeh, coole Blondie. Of naar de andere kant. Ook weer gehad, lekker gereden. Oh, sorry Vero. Ik heb een onwijs gave zweep van iemand even gejat. Ik leg hem zo terug. Dat is een Doe Maar zweep. Er zullen heel veel mensen helemaal niet weten wie Doe Maar is. Maar zoek maar op YouTube. Vroeger was ik fan. Ja, echt wel. Nou, we gaan nu afzadelen. Ga ik de trailer erachter gooien. En dan gaan we Blondie verhuizen. Tijd om de trailer te pakken. Stal weer in. Nee. Volgens mij is ze weer erg blij om er te zijn. Nou, Tess, leuk dat je weer terug bent. Leuk dat jij weer terug bent. Ja,
Ik heb Kier. Oké, dit is Just. Je wordt aangerand, Kier. Kier, sorry, dit is Kier. En Kier die vindt het heel leuk om met de camera te spelen. Oké, ga maar verder, sorry. Hoe was het op vakantie? Ja, was heel leuk. We hebben een hoop leuke dingen gedaan. En echt uitgerust weet ik niet of we dat zijn, want we hebben veel gezwommen en veel in de in van die klimtoestellen. En hier, even serieus. nou, we waren natuurlijk al een heel eind op weg, dus dat hopen we nu vooral... hier moeten we eigenlijk een foto van maken. Dit hopen we eigenlijk zo voor te zetten. Ja, snel, anders doet hij dadelijk zijn hoofd weer af. Nou, Kier! Hij moet eigenlijk weer even zijn hoofd op je moeder leggen. Ja, nou, ik heb hem paraat. Vraag maar verder, dan heb je je telefoon paraat en zodra het gebeurt dan... Ja, oké. Okay. Nou, verder met... Ja. Nou, we waren natuurlijk al een heel eind op weg. Mm-hmm. En dat hopen we eigenlijk zo voor te kunnen zetten. Mm-hmm. Om je daar, om weer die stijgende lijn omhoog natuurlijk vast te houden. Ja, vandaag was een beetje mijn rodeo. Snel. Zeg, vandaag was een beetje mijn rodeo pony. Ja. Dus ik hoop dat het nu beter gaat. Ja. Dit is Kier. Kier is 4. En Kier is onder het zadel nog niet de allermakkelijkste, maar het is wel een van de grootste knuffelkonten. Hier op stal, nou moet ik wel zeggen dat hun volgens mij alleen maar knuffelkontjes, hoe noem je dat? Knuffelkontjes fokken. Wat je daar dan mee moet, ik weet het niet, maar het is wel liefde. Ja, het is wel liefde. Of hij is gewoon onwijs dominant, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, dat vertellen we er dan maar gewoon niet bij. Zo, het is vandaag zondag. Ik heb vandaag een proefje gehad met Vrona. Wil je zien hoe dat ging? Kijk dan de zondagvideo, dat is morgen. En ik heb ook de F1 voorgelezen. Dus ik heb hier een lekkere chocolaatje gekregen van Margriet. Daar ben ik wel heel erg blij mee. En we gaan nu naar de Arkelhoeve toe. Daar zijn ook wedstrijden bezig. Maar ik ga gewoon rijden. Op Blondje. En Daan gaat er ook nog even op. Dan, wat zie ik daar, een mooie pony staan. Als je alweer ziet hoe die veranderd is met... Zo, we zijn nu alleen. Iedereen is weg. We stonden hier eerst met z'n vijven en nu Blondie en ik met z'n tweetjes. Eigenlijk ik in mijn eentje. En eigenlijk, oké, als we iedereen moeten vertellen, dan hebben we vandaag. Maar in ieder geval van Just, Blondie en Kier weet ik het en Mandone. Dus ik ga Blondie nu even poetsen. Dus eigenlijk zijn we met z'n zessen. Zo, ja, helemaal. Daan is nu aan het rijden, Blondie. Omdat ze even moet weten wat de bedoeling is en er rijdt een hengst in de bak en dat vind ik een beetje eng. Dus, er waren even tranen met tuiten, want prinsessenhaartjes is gehackt en Hart voor Paarden was bijna gehackt. Ja, er zat al een nieuwe eigenaar aan vast. Ja, het zou kunnen dat prinsessenhaartjes nu nog steeds gehackt is. Vallen. Dus we zijn toen ook wel gestopt met opnemen, want zelfs bij mij liepen de tranen over mijn wangen. Want ook. Als mijn kanaal gehackt wordt, dan moeten we onze paarden wegdoen.
dan kunnen we gewoon niet meer verder. Dus dat had wel echt een grote... Nou ja, er zijn altijd oplossingen, dat weet ik. Maar op dat moment voelde het alsof er geen oplossingen waren. Ja, als mijn broer en mijn vader niet waren geweest, dan was deze video nooit online gekomen. Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, als we Altin als Rick zijn met de boel aan de gang gegaan, zijn er nu nog steeds mee bezig. Zijn al een paar uur bezig. Ik kan helemaal nergens meer in. Ik kan helemaal niks meer. Ik kan zelfs mijn agenda niet meer zien. Dus, nou ja. Het wordt opgelost, maar ik kan je vertellen, het was geen leuke afsluiting van de dag. Nee. Maar nu gaan we naar huis en eten en verder met het hele hekverhaal. Nou, Tess is al op de Arkhoeve. Ik moest nog even spullen halen, dus ik ga weer naar de Arkhoeve. Ik weet niet meer precies wat we allemaal gezegd hebben gisteren, maar ons kanaal is gehackt. Om te beginnen zijn we prinsessenhaartjes op dit moment kwijt. Die is overgenomen door iemand. En die inkomsten hebben we dus ook niet meer voorlopig. Ze hebben het kanaal gebruikt om een of andere bitcoin-achtig iets livestream te doen. Godzijdank kwam Rick daarachter en die heeft die livestream via Reddit plat kunnen leggen. Nou, zal jullie dat misschien niet zoveel zeggen, maar dat is een internetcommunity. En zijn zowel Rick, voornamelijk Rick, maar ook zeker mijn man, heel erg hard bezig geweest om de boel terug te krijgen. Nou, bij prinsessenhaartjes is dat dus niet gelukt. Hart voor paarden scheelde het 9 minuten en anders hadden wij ook hart voor paarden kwijt geweest. Maar omdat Rick dus al bezig was met prinsessenhaartjes, zag hij het gebeuren bij hart voor paarden. En heeft hij dat kunnen, kunnen voorkomen. Nou, ik kan je vertellen, ik ben zelden zo verdrietig en blij tegelijk geweest. Ik heb zoveel paniek gevoeld. Want op het moment dat wij ons kanaal kwijt zijn, dan houdt voor ons natuurlijk best wel alles op. De inkomsten van YouTube zorgen er deels voor dat wij de paarden kunnen bekostigen. En als wij dat dus niet meer hebben, dan, dan hebben we dus een serieus probleem. Nou goed, Rick heeft in ieder geval hart voor paarden kunnen redden van het geheel. Dus daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Neemt niet weg dat we op dit moment prinsessenhaartjes dus niet meer hebben. Daar hadden wij nog steeds inkomsten van. Omdat wij 3-4 jaar lang video's daar gemaakt hebben over haartjes en over allerlei haarstijlen. En ja, die video's die lijken er nog wel te zijn, maar die zie je niet meer. Dus ik denk dat alles op privé gezet is. En ja, wij kunnen dus niet meer op dat kanaal. Nou, moet ik zeggen dat wij gewoon dubbele authentificatie aan hadden staan. En echt wel voorzichtig zijn met onze gegevens. Maar zo makkelijk kan het dus gaan. Rick heeft direct contact opgenomen met Google voor support. Dat hebben we dan ook gekregen. Maar hun konden dus niet die livestream op prinsessenhaartjes platleggen of stoppen. Dus dat was een beetje raar. Maar goed, dat kon dus blijkbaar niet. En nu ligt er dus een verzoek bij YouTube om ons kanaal gewoon terug te geven. Wat ik zelf het vreselijkste hiervan vind, is dat iemand dus in staat is om in een korte periode mijn kanaal te stelen. Gewoon echt te stelen. En ja, ik ben daar best wel heel erg van ondersteboven. Tessa was er ook heel erg van ondersteboven. Maar dat kan dus. En vraag me niet hoe. Want nogmaals, ik heb dubbele authentificatie aanstaan. Dus in principe had ik een sms'je moeten krijgen. Die heb ik niet gehad. Hoe ze het voor elkaar gekregen hebben, daar heb ik inmiddels wel een idee van. Maar dat ga ik niet met jullie delen. Want ik wil helemaal niemand op ideeën brengen. En mensen die dat kunnen, die hebben die ideeën vast al wel. Maar ik wil het in ieder geval niet de wereld in helpen. Dus dat ga ik sowieso, daar ga ik niks over zeggen. Maar ik kan je vertellen dat ik in tranen uitgebarsten ben. En daarmee Tessa natuurlijk ook wel heel erg verdrietig werd. Omdat zo vaak zie je moeder ruilen. Dat gebeurt niet zo vaak. Maar goed, uiteindelijk valt de schade enigszins mee. In de zin van dat hart voor paarden nog van ons is. De schade is wel behoorlijk bij prinsessenhaartjes. Maar goed, we moeten nu afwachten wat er met Google geregeld kan worden. Of die daar iets in kunnen betekenen. Mag hopen van wel. Ja, en dan gaat het leven weer verder. En dat klinkt heel raar. Maar het voelt echt
Ja, ik denk dat het hetzelfde voelt als er bij je ingebroken wordt. Ik had een rotsvast vertrouwen in alles wat wij deden om voorzichtig te zijn en erop te letten en de beveiliging hoog te houden. En het heeft niet gewerkt. Dus het is alsof je je hele huis op slot hebt gehouden, alle ramen en deuren gesloten hebt en een of andere super inbreker toch gewoon je huis binnengekomen is. Ik heb vannacht amper geslapen. En ik ben gisteren, maar ook vandaag, behoorlijk misselijk van het geheel. Ik kon zelfs niet meer in mijn agenda, omdat Rick me overal uit moest gooien. Omdat waarschijnlijk het bij mij vandaan komt. Nou ja, bij mij vandaan komt. Omdat waarschijnlijk mijn account gehackt is, niet zijn account. En hij is ook eigenaar. Dus dat moest vandaag allemaal natuurlijk weer opgelost worden. Dus al met al was het heel heftig. En ben ik nu heel erg moe. Maar ik wil het toch met jullie delen. Omdat sommigen van jullie prinsessenhaartjes kennen en zich af zullen vragen wat is er gebeurd. Maar ook omdat het iets is wat heel erg heftig is. En daardoor hebben we gisteren de video's ook verder niet meer opgenomen. We zijn eigenlijk gestopt met opnemen. We hebben er wel iets over verteld, maar dat was het. We waren ook niet echt in staat om er al iets over te zeggen. En dat is dan gewoon ineens een gat in de weekvlog. Dus goed. Vandaar dat we dus... Dat ik het toch allemaal even uitleg. En dan weten jullie ook wat er aan de hand is en wat er gebeurd is. Inmiddels ben ik gearriveerd op de Arkoehoeve. En we zijn wat laat, want het ging allemaal niet zoals het moest gaan. Dus ja, Tess is zich... Ja, waarom was je zo laat dan? Ja, omdat ik spullen moest halen en zo. Maar goed, maakt niet uit. Neem niet weg dat Tess zich nu aan het omkleden is en stro uit de broek aan het halen is. Hoe dat dan daar gekomen is, dat weet ik niet. Maar Daan gaat eerst rijden, heb ik begrepen. En dan ga jij rijden, toch? Wel, ja. Ja, precies. Nou, misschien kun je even opschieten, want dan kunnen we wat gaan doen. Na ons weekje vakantie zijn Tess en Blondie weer terug. Ik heb Blondie zelf gisteren eventjes gereden. En dan gaan we vandaag kijken hoe jullie het samen weer doen. En of jullie van de week nog hebben geoefend. En hoe dat is gegaan natuurlijk, hè? Ja. En? We hebben maar 2 keer geoefend. Oké, nou dat is ook goed. Dat is 2 dagen geleden. Ja. Nietje, ben je op proefje gereden? Ja. Oh. Ik zeg toch ook 2 keer? Sorry, ik hou om mond. Noem je me dan niet meer. Toen was het echt heel druk en een beetje wilderig en had ze de wind in haar hoofd. Ja, ja. Was ook een beetje frisser, hè? Ja, dus toen heb ik het geprobeerd en ging het best oké. Oké. En vorige week zondag, niet afgelopen zondag, maar zondag daarvoor, heb ik een proefje gehad. Ja. En die ging echt heel erg goed. Ja, ik heb ook de filmpjes gezien, hè. Nadat je had gestart had mama de filmpjes naar me toegestuurd. En heb ik samen met Steven even gekeken. En echt hartstikke goed wat je deed. Je zag ook een paar keer dat hij wat spannend vond, dat je mooi zijn neusje wat naar binnen hield. Dus dat we ook wel allebei een soort vonden dat wat we jullie tot nu toe geleerd hebben, dat je dat ook eigenlijk in de proef al mooi deed. In ieder geval deed proberen. Ja. Nee, was hartstikke goed. Ga lekker aan het weer. Ja. Pak je deugeltjes lekker op maat en dan ga je lekker stappen. Dat is van scheef gaat en toch weer een beetje naar voren. Kom. Hou hem helemaal recht uit. Nou, hou ze weg. Goed zo, hou mooi recht tussen die ringvingers. Goed zo, Tess. En als ze gaat wiebelen in haar mond of de hoofd een beetje naar voren rijden. Goed zo. Ja, rij maar door, dan weet je precies voor Dottie uit. Ja, goed zo, goed zo. Hou mooi recht. Haar neus is iets te veel naar rechts. De juf ook. Lekker scheef, kijkt het makkelijkst. Goed zo, hou recht. Ja, en weer een beetje naar voren rijden. Zo, dus liever dat jij voelt dat je zou een beetje langzamer licht moeten rijden, als dat je constant denkt dat je moet er vooruit helpen. Goed zo, ja, hou recht, hou recht. Maak gebruik van de voorwaartse energie. Kom maar, hou ze recht. Goed zo, nou kun je een klein stukje wijken van je rechterbeen. Probeer maar gewoon. Goed zo, ga je zo van hand veranderen, Tess. Open. Goed zo. En hou dat bit mooi stil, hè. Hou dat bit mooi stil. Ja, blijf gas geven. Goed zo. Ja, reactie aan je been. Dus als je been geeft, dan voel jij dat die passen groter worden. Ja hoor, goed zo. En dan, ja, je wordt niet boos, je wordt niet kwaad, je gaat niet trappen. Je geeft gewoon een beetje gas bij. Goed zo, Tess. Zo van hand veranderen. Het is vandaag dinsdag. Een hele drukke dag.
Ik had vanmorgen een meneer over de vloer van e-commerce café en daar heb ik een podcast mee opgenomen. Dus dat was wel heel gaaf. Weer wat anders. Wel heel erg gericht op de zakelijke markt, maar wel heel leuk om te doen. Daarna moest ik natuurlijk gewoon werken. En ik had nog een heel leuk gesprek met Ambar Koppen. Zij is met Bas de Recht samen een team van dressuur. En daar gaan we binnenkort een keertje heen. Dus daar zien jullie later meer over. En Go Social heb ik nog aan de lijn gehad. Dus dat was ook heel leuk. Tess die moet er werkstuk maken. Dat gaat over telefonie. Dus dat is ook wel... die moet schoonmaken. Dus die is nu niet mee naar Middelhof. Maar we gaan zo wel naar de Arkenhoeven. Naar Blondie natuurlijk. En er ligt hier een riek voor mijn box. Ik weet ook niet precies waarom. Maar dat hoeft van mij dan weer niet zo. Spullen gepakt. Vrouw zegt, nou zoek het maar uit. Maar zo werkt het leven niet, vrouw. Ik zoek het niet uit. We gaan toch gewoon wat doen. Ja. Oké, ik ben in het donker, dus jullie kunnen me amper zien. Maar zo is leven wel eens. Het duurt allemaal weer langer, want ik moest bellen. Dat is wat ik doe. Ik moet soms gewoon doorwerken. Ik zet jullie zo meteen even op de bakrand. Kun je even meekijken. En dan gaan we straks nog even naar de Arkenhoeven. Er is niemand! Dus de hele bak heb ik voor mij alleen. Hoe gaat het dan? Ik zet jullie even in de hoek. Daar. En dan kunnen jullie even meekijken. Het is koud en het is donker, dus ik heb even afzadelen niet gefilmd. Maar jullie hebben gezien dat ik een stapoefening gedaan heb. Die duurde best lang. Ze is maandag ook geënt, dus op zich is het wel lekker voor haar om even alleen maar te stappen. Het is vandaag natuurlijk dinsdag, dus dan moet je ook niet zoveel willen. Dus we hebben dan, hallo, normaal niet zoveel gedaan. Ik ga nu Tess halen naar de Arkenhoeven. Hallo, het is donker. Ik ben op de... Nee, ik ben op de Arkenhoeven hier. Sasje, Joey, Keertje en Fluitje. Hallo schatje. Oh, je bent al op bed ook geweest. Oh, lekker. Ik ga Blondie vandaag logeren. Hou van je. Nee, ik ben heel ver weg. Bandone. Kijk, dit is het veulen van hier. Maar ik ga Blondie vandaag logeren, dus ik ga haar even opschrijven. Dus dan zie ik jullie zo weer. Oké, moeders was al sneller dan ik. Dus ik ben opgeschreven voor over een half uurtje. Pinky! Ja, ik ken hier inmiddels de namen. Het is vandaag... Ik moet even nadenken hoor. Woensdag. En vandaag gaan we naar de Arkenhoeven toe. Ik ga met Blondie in de les. En gisteren kon ik niet verder filmen, want het kaartje was ineens leeg. Nee, vol. Gisteren konden we helaas niet meer verder filmen, want het kaartje was helemaal vol. Dat is dat ding wat in de camera zit, wat al onze video's opslaat. En die ja, was, en het probleem was dat ik dus niet het knapje erin gedaan had met het lege kaartje. Ja, maar hoe ging het logeren? Logeren ging best goed. Best goed? Of ging het goed? Of het ging nog goed. Hoop te leren? Of, ja, het ging best goed, want Blondie die vond de voetbaljongens en meisjes vond ze erg eng. Want daar waren meisjes bezig, daar waren jongens bezig en daar stonden paarden. Dus het was allemaal reuze spannend. En in een hoek lag ook een pion. Oh. Dat is echt heel spannend. Dus toen heeft ze denk ik 10 rondjes heeft ze rond me gegalopeerd. Boekend. Het vond echt heel spannend. Het was wel heel schattig. Maar ook wel een beetje raar. Oh, wel een beetje raar. En daarna ging het eigenlijk best wel heel erg goed. Ik zeg echt heel veel Ja, dat is een zin. Ik ben er weer. En ook in deze donkere stal. Grote stappen in het achterbeen, grote stappen in het achterbeen, grote stappen in het achterbeen en zo recht mogelijk aan de voorkant. Rechter maar spieren hoe binnen.
gedaan. Heel goed. Ja, en steeds weer voelen. Rood stap. Rood stap. Rood stap. Nou, twee teugels tegelijk. Ja, en dan doe je daarna weer minder hard knijpen. Ja, en hou in de gaten. Hè? Als je nou weet dat ze daar bij de een iedere keer een beetje uit wil vallen naar buiten, dat je dat ook van tevoren ingrijpt. Hou mooi recht. Hou mooi recht. Braaf meisje. Goed zo. Helemaal niet zo eng als je denkt. Ja, en dan ga je... Let op, hè, want hier is zij niet aan het opletten. Zo, daar is ze met hele andere dingen bezig. Ja, en dan ga je de volte een beetje kleiner maken. Ga de volte maar eens een beetje sluiten. Goed, zo ga je eerst naar... Dus het hoeft ook niet dat je in één rondje meteen bij mij over mijn tenen rijdt, hè. Dat je elk rondje een hoefslag gaat verkleinen. Hou maar... En kuit erbij als ze scheef wordt of niet opletten, hè. Dan mag je wel weer een beetje gas bijgeven. Liever je duimen naar buiten als je duimen naar binnen. Ja, keurig. Heel goed, heel goed. Zo, ja, keurig. Ja, kom maar naar voren. Ja, blijf maar rijden, blijf maar rijden, blijf maar rijden. Goed zo. Goed zo, maar probeer die hals niet kort te maken. Hè? Dat doe je nu heel mooi. Dat je wel mooi lengte in die hals houdt. Zo, ja, heel erg mooi. Heel erg mooi. Ja, toch voelen dat ze jou mee blijft nemen. Daar, ja. Dat ze niet ontspant en meteen een beetje lui wordt, hè. Heel goed. Twee teugels tegelijk in laten werken. Blijf maar rijden, blijf maar rijden, blijf maar rijden. Ietsje minder de neus naar rechts, Tess. Goed zo. Zo, ik heb les gehad in de buitenbak. Ik zeg de buitenbak erbij om het te benadrukken. Lonnie vond het een beetje spannend en ik ook wel. Ik vond het ook heel lastig. Dus vandaag wou ze echt niet luisteren naar links. Want Donne die heeft ook wat te zeggen. Maar ze wou voor mijn gevoel vandaag echt niet luisteren naar links. En ik heb geprobeerd om dat op te lossen. Het is wel een beetje gelukt, maar er moeten nog kleine frutseltjes bij. Uiteindelijk is het allemaal wel een beetje gelukt. Ik ga nu Blondie afzadelen en dan ga ik met Verona naar de springles op Middelhof. En als cameravrouw zie je er dan zo uit, omdat Maldona besluit om gewoon in je aura te zitten, je pet af te gooien. Dat dus. Hallo Madonna. Ze is wel heel lief hoor. Ik ga automatisch zachtjes praten als ik niemand zie. Ik heb mijn cap en sporen meegenomen. Nou, lieverd is het. Ik ga de hoefjes uitkrabben. Deken eraf halen en dat soort zaken. En dan wacht ik even op mijn moeder. Zo, kijk hoe handig. Mijn zadel is gepakt door mijn hele lieve moeder. Zo, we hebben Alice vandaag meegenomen, want we gaan naar de studio toe. We gaan vandaag een unboxing doen. Als het goed is, hebben jullie die al gezien. Op Instagram. Van... Ja, we laten hem meelopen. Ja, laten we hem meelopen? Ja, we laten die camera gewoon meelopen. Is toch leuk voor iedereen die niet op Instagram zit of geen Instagram heeft? Ja, dus dan kunnen jullie ook een stukje zien. Doggy is er ook bij, want ik wou graag dat ze meeging. Is lekker gezellig. Nee, ja. Zien jullie zo? Ik ga even vertellen waarvan we gaan unboxen. Dat heb ik al gezegd. Van. Niet? Jawel. Echt? Ja? Ik heb niet gehoord. Oh. Van? Van Motter! Ja. Zo, leuk dat jullie kijken naar deze video of deze livestream. Ik ga vandaag deze doos van Motter. Openen. Oh, dat werkt niet. Het is dus van Motter, zoals jullie zien. En ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ik ben mega fan van Motter.
warm. Ik ook. Ik vind de kleding echt zo fijn altijd. Het zit ook echt lekker. Ja, het lijkt wel mooi. Kijk. Hier staat Montar de hele tijd. Montar en dan het logo. Goed shirt. Ja, deze is dus van mijn moeder. Tadaa! Mijn hele mooie trui en deze is ook weer in Italië. Deze is roze met grijs en rood. Vooral roze vind ik mooi. Dat weten jullie waarschijnlijk ook. Ik draag zelfs de vesten van mijn moeder omdat ik roze wil. Oh, iedereen vindt het wel heel mooi. Hij is ook echt heel mooi. Dit is... Oh, hij staat echt leuk. Het is de trui. Ja, die kleuren staan je ook echt leuk. Een XS? Oh, die is voor mij. Ja. Ja. Woehoe. Volgens mij is dit een trui. Dat kan ook. Dat is wel een nadeel. Ik heb het stiekem niet meer naar het vuur besteld hadden. Ook weer mede in Italy. Eigenlijk het shirt dat ik heb, maar dan in twijfel. Oh, het is een hoodie. Oh, die is leuk. Oh? Is dat? Nee. Nou, oké. Okay. En dan? En het laatste in de doos. Voor jou of voor mij? Oh, niks. Hij is al klaar. Ikke! Hallo! We hebben vandaag de livestream gehad. Ik heb... daarvan ook mijn trui van Montar nog aan. Het is de blauwe, want daar zit een capuchon bij. Oké, dat gaat even iets lastiger dan ik had verwacht. Dus ik zet jullie even neer op jullie's etens dinges. Tess gaat naar de les. Dus komt u maar, mevrouw. Ze weet inmiddels wie er komt. Zo. Nou, buiten is donker. Dus daar kunnen we nou even niet zoveel mee. Hallo, Just. Just, kijk naar buiten. Gaat het goed? Ja? Oké. Nou, tot zo dan. Jij krijgt straks peentjes, maar nu even niet. Rick, die moet erin. Oh shit, hij staat al aan. Ja. Ja. Dat is wel weer een beetje jammer. Oké. Misschien kunnen jullie gelijk even vertellen dat er iets spannends aan is. Doe maar niet, Rick. Dat is ook wel leuk. Is beter. Jawel, doe maar wel. Sorry, nog een keer. Dat jullie ook even vertellen dat er wat spannends aankomt, wat nieuws. Oeh, er komt wat spannends aan. Oké. Ja. Nou Tess, vandaag hebben we gesprongen. Ja. Hoe ging het? Volgens mij best goed. Zeker wel. Ja, we hebben niet vandaag echt enorm parcours gesprongen, maar vooral aandacht besteed aan balkjes draven en vanuit draf springen. Zodat we zowel jou en Tess, zodat we jou en Blondie de coördinatie een beetje beter kunnen trainen. En dan... eigenlijk ook voor Blondie dat ze goed leert hoe ze op de sprong haar lichaam moet gebruiken. En dat het dadelijk natuurlijk in de galop alleen maar makkelijker wordt. Ja. Zeker. Morgen heeft Blondie lekker een dagje vrij. Ja. Ze is lekker vies van al het losstaan vanmorgen. Ze is gewoon grijs. Ja. Ze begint op haar vierde al oud te worden. Ja. En? En? Ik ga je ook nog vertellen dat ik een heel spannend geheimpje voor je heb. Ja, maar daar moet je nog even mee wachten, want dat ga ik je nog niet meteen vertellen. Ja. Mag je zelf ook nog een beetje in spanning blijven? Ja. Wanneer ga je het wel vertellen? Ga ik het wel vertellen? Oh, wanneer ga je het wel vertellen? Wanneer gaan we het vertellen? Ja, daar zit ze. Maandag ga ik het vertellen. Aankomende maandag ga ik de verrassing onthullen. Oeh. Ja.
vrijdag vandaag. Tess net uit school en we hebben weinig tijd. Want het was altijd op vrijdag. Deze tot 2:30 school. En een 30 moet ze op haar pony of paard zitten voor de springles. Ja, wat vandaag ook nog is gebeurd. Tijdens het ezelen ben ik achter het hek blijven haken. Waardoor ik nu een hond op mijn enkel heb. Een winkelhaak. Dat is niet heel ernstig, maar wel vervelend. Ja. Dus zij gaat nu zadelen. Ik ga even opwarmen in de kantine. Na springles gaan we naar de Arkhoeven. En dan gaan we nog eventjes langs een winkel voor wat spulletjes. Maar dat leggen we later uit. Goed, er kwam ook nog een vrouw naar me toe die zei tegen mij van hoe kun je dat grote paard onder controle houden. Toen zei ik van nou, ik doe het inmiddels al 4 jaar, dus ik moet het inmiddels ook wel een beetje kunnen. En vandaag gingen mijn afstandjes wel goed, want ik moest wel 6, 5, 6 tussen een lijntje. En dan was het me 2 keer gelukt, dus dat vond ik echt super fijn. We gaan nu naar de Arkhoeven. We gaan Steve verhalen, want ze gaat me helpen met logeerspullen zoeken in de horse store. Steve, waar gaan wij vandaag heen? We gaan naar de horse store nu. En gaan we logeerspullen ophalen. Want ik heb natuurlijk vorige keer al wat gelogeerd. Ja. En als het goed is heb je dat geoefend een beetje. Ja, goed. Dus dan is het nu eigenlijk wel tijd om daar iets mee te gaan doen. Dus we hebben, ik heb voor jou spullen besteld. Oh, wat fijn. Bij de horse store. Ik weet niet of ik dat nog een keer moet zeggen. Tuurlijk, Steve. Mijn broer. Ja. Nou, ik heb logeerspullen voor jou besteld. Allemaal in roze. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, zeker. En die gaan we dan nu even ophalen en dan gaan we daarmee aan de gang. Ja. Hallo. Hallo. Hey, hoi. Je hebt het al klaar. Ja, kijk nou. Helemaal voorbereid. Ik begreep dat jullie zijn begonnen met logeren, ja, van jouw pony. Dus we hebben wat spulletjes voor je bij elkaar gezocht. In ieder geval een logeersingel. En touwtjes om hem daarmee bij te zetten. En natuurlijk hoort daar dan een roze logeerlijn bij. En ik dacht, ik weet niet of je dat leuk vindt, als je nou niet met je les gaat logeren met de bijzettouwtjes. Dat je misschien met je pony een beetje wil spelen en toch wil logeren. Dat je dan een kaptoon kan gebruiken. Ja. Weet je wat dat is? Dat halster? Ja, lijkt een beetje op een halster inderdaad. En maar zoals je ziet zitten er allemaal ringetjes aan de voorkant. He, dus dan kan je hem gewoon of in het midden of links of rechts vastzetten. En dan kan je hem op de neus een klein beetje sturen. In plaats van aan de onderkant. En dan blijft hij ook mooi recht in het midden zitten. Ja. Kan ook lekker mee wandelen, mee grazen, maar ook longeren. En ook in het roze. Ja, nou, het gaat helemaal goed komen. Ik ga een roze longeerzweep voor je bestellen. Want ja, anders kan het niet natuurlijk. Met een zwarte longeerzweep, dan doet hij het niet. Nee. En dan kan Steven bij me ophalen. Ja, toch? Dan heb je helemaal je setje compleet. Heel erg bedankt. Ja, heel graag gedaan. En dat je maar heel veel plezier ervan mag hebben, toch?